De avondklok die vanaf afgelopen maandag terug is gebracht naar 9 uur, zal mogelijk weer bijgesteld worden naar 11 uur. Minister Amar Amadin van Volksgezondheid heeft vanmiddag om 5 uur een gesprek gehad met de horecasector. De uitkomsten van dit gesprek zijn vooralsnog niet bekend. Maar in een interview eerder op de dag gaf de bewindsman aan dat als beide partijen elkaar kunnen vinden in het beleid van de horecasector, de avondklok weer zal worden bijgesteld naar 11 uur in plaats van 9 uur 's avonds. De bewindsman merkte wel op dat de horecasector wil werken aan een verandering, want op verzoek van het ministerie hebben ze hun laatst aangekondigde acties opgeschort. De horecasector had namelijk aangekondigd dat zij dinsdag tot 11 uur open zouden blijven uit protest tegen de bijstelling van de avondklok. Deze actie werd opgeblazen op verzoek van Volksgezondheid. Als we zien dat de horeca serieus is nu om inderdaad die handhaving ook ter hand te pakken en ook de controle en de verantwoordelijkheid van hun ook serieuzer is, dan denk ik dat we wel willing zijn om terug te gaan naar waar we waren. Want de besmettingsgraad is heel laag in Suriname op dit moment. Dat heb ik ook gezegd. Die lockdown terugbrengen is niet op basis van epidemiologie, maar op basis van de realiteit bij horeca en heel veel huisfeesten, et cetera. Dus ik denk dat er gewoon van beide kanten uit, zowel van de regering als van de horeca, meer handhaving moet komen, verantwoordelijkheden moeten komen. Ik zeg ook niet dat alles komt door hun. Maar we moeten gewoon open zijn en ervoor staan. En als regering moet je bereid zijn als sectoren zich committeren afspraken om terug te gaan naar waar we waren. Ja, inderdaad. Maar dus dat is die instelling. Maar dan moeten we zien wat het gesprek oplevert. De nieuwsdienst heeft geen vertegenwoordiger van de horecasector kunnen bereiken voor een reactie. Op de COVID-19 persconferentie die momenteel gaande is in het perscentrum zal minister Amar Ramadin waarschijnlijk dieper ingaan op deze kwestie.